Hoe werkt de elektrische achterklep in de Opel Grandland X? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik ben werkzaam in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewes en Roden. En op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem, zoals deze, of met uitleg over een Opel model. En bekijk ons kanaal voor het eerst, van harte welkom. En vergeet niet om abonnee te worden. Het kost helemaal niks en je krijgt elke week als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, in deze video ga ik dus uitleggen hoe de elektrische achterklep van de Opel Grandland X werkt. Welke mogelijkheden ervoor zijn en hoe je bijvoorbeeld met een trekhaak om moet gaan als deze erachter zit. En welke functies je dan aan of uit kunt schakelen. Nou, zijn er vragen, je kan ze heel makkelijk hieronder intypen. En we zullen deze uiteraard ook zo snel mogelijk beantwoorden. Nou, hier staan we dus bij de Opel Grandland X. En de achterklep, de elektronische achterklep, die kun je dus op verschillende manieren openen. De allereerste manier is eigenlijk met de voetsensor. De voetsensor zit hier aan de onderkant van de bumper. En wanneer je daar een beweging maakt met je voet, dan knipperen de lampjes even en dan gaat de achterklep omhoog. Nou, de tweede mogelijkheid is eigenlijk met de sleutel. En wanneer je de middelste knop doet, waar het logootje ook van de achterklep op staat, en die hou je ingedrukt, dan zie je dat de achterklep zich ook opent. Nou, de derde mogelijkheid is eigenlijk dezelfde mogelijkheid waarbij je het ook doet, waarbij het niet elektronisch is, is eigenlijk via de handgreep. Die zit hieronder, daar zit een knop, en als je daarop drukt, dan gaat die ook open. Nou, om de achterklep weer dicht te doen, zijn er ook verschillende mogelijkheden voor. De eerste is eigenlijk via de rode knop die hier staat. Als je die indrukt, hoor je een piepsignaal, en ook dan gaat de achterklep weer dicht. Nou, de tweede mogelijkheid is eigenlijk ook weer met de voetsensor. Dus wanneer ik mijn voet hieronder doe, gaat ook de achterklep weer dicht. En er zijn er nog twee manieren waarbij de ene dus via de sleutel gaat. Als ik de sleutel weer ingedrukt hou, de middelste knop, gaat die uiteraard ook weer dicht. En het is dus ook mogelijk met deze lange knop hier aan de zijkant. Als je die indrukt, hoor je ook een piepsignaal en gaat die ook weer dicht. Nou, dit is eigenlijk de maximale hoogte van de achterklep. Nou, kan het natuurlijk zijn dat je bijvoorbeeld een lage garage hebt of een lage parkeergarage of waar dan ook. En je wilt dat die niet heel maximaal open gaat. Dat kun je uiteraard ook instellen. Dat werkt op de volgende manier. Wanneer je het via deze rode knop moet doen, dan moet wel even via de rode knop. En je zou bijvoorbeeld met de hand, zou je hem iets lager kunnen instellen. Bijvoorbeeld als je zegt van nou, ik hou deze stand bijvoorbeeld. Je kunt het ook via deze knop doen dat je hem eerst indrukt en dan weer op de knop drukt. Dan stopt hij. Maar je zet hem eigenlijk dus een beetje op de positie dat je zegt van nou, zo hoog wil ik hem ongeveer hebben. De volgende stap is om de rode knop ingedrukt te houden. Dan hoor je een pieptoon. En wanneer dat pieptoontje dus geweest is, dan is die ingesteld op deze hoogte. We gaan hem nu weer dicht doen. Druk één keer op de rode knop. Dan gaat hij weer dicht. En wanneer ik nou de achterklep opent, dan zie je dat hij tot maximaal die hoogte gaat. Nou, dat kun je natuurlijk super makkelijk zo instellen. Weer deze er weer af hebben, dus weer hem eigenlijk weer resetten naar hij helemaal tot de hoogte gaat. Dat doe je dus als volgt. Je laat hem gewoon op de stand staan waar hij dus nu staat. Dus die hoogte die je ingesteld hebt. Dan druk je nogmaals, hou je deze rode knop ingedrukt, totdat je eigenlijk weer een pieptoon hoort. En dat is een wat langere pieptoon dan bij het inschakelen. Dat betekent dat hij dus weer gereset is en dat hij dus weer maximaal tot boven toe open gaat. Ik kan het even laten zien. Ik druk even op de rode knop. Dan gaat hij dus weer dicht. En wanneer ik nou weer op open doe, in dit geval voor de sleutel, maar dat werkt ook voor de andere punten, dan gaat hij weer tot maximaal open. En naast de rode knop, daar bevindt ze ook nog een knop met een slotje en met een voetbeweging erop. Dat lampje kun je dus op groen zetten of het lampje uit. Wanneer die op groen staat, dat wil zeggen, als je de achterklep opent bijvoorbeeld met de voetsensor en je sluit hem daarna weer, dat hij ook wordt vergrendeld. Dus dat je niet hem apart hoeft te vergrendelen via de centrale deurvergrendeling. En dat kun je dus aanzetten of uit. Nou, in welke instelling kun je nog meer doen? Nou, daarvoor moet ik even naar het systeem van de auto.
We hebben dit systeem trouwens, het Navi 5.0 systeem in dit geval, hebben wij ook nog een uitgebreide video van gemaakt. En die zal ik hierboven natuurlijk even linken, zodat je ook die in alle rust kunt bekijken hoe, wat je hier allemaal mee kan doen. Maar in deze video wil ik je graag weer instellingen laten zien die je kunt aan- of uitzetten bij de elektronische achterklep. En dan gaan we eerst even op het autootje drukken, dat is helemaal aan de rechterkant. En dan kom ik eigenlijk op deze pagina kom ik dan uit. En dan ga ik naar de eerste knop en dat is eigenlijk toegang tot de auto. Wanneer ik daarop klik, dan heb ik hier een aantal instellingen die ik kan aan- of uitstellen. En eigenlijk zijn de onderste drie natuurlijk wel handig. Ik kan bijvoorbeeld kiezen bijvoorbeeld alleen de ontgrendeling van de achterklep doen. En als ik niet weet wat het is, kan ik hier op het i'tje drukken. En dan zie ik precies de informatie wat het dus betekent. En dus dit betekent inderdaad dus dat hij alleen de achterklep ontgrendelt, dat je dat alleen kunt doen. En de rest van de deuren bijvoorbeeld op slot blijven. De volgende functie die we zien is de elektrische bedienbare achterklep. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om de elektrische bedienbare achterklep uit te schakelen. Dan zou hij dus niet elektrisch omhoog gaan. Je zou dit met de hand kunnen doen. Het is uiteraard mogelijk, het is ook allemaal veilig. Maar we adviseren natuurlijk niet om dat altijd te doen. Want dat is voor het systeem uiteraard ook niet echt heel goed. Maar hier kun je dus voor kiezen om het dus aan of uit te schakelen. En ook daarin geldt, als je niet weet wat het is, druk op het i'tje. En hier kun je precies zien wat het inhoudt. En de laatste mogelijkheid is ook de hands-free toegang. En die kun je ook aan of uitzetten. En dat wil eigenlijk meer zeggen over de voetsensor die op de achterklep zit. Maar je kunt hem dus, zoals ik liet zien, met de voet kun je dus openen. Maar dit uiteraard kun je ook uitschakelen. He, wanneer je bijvoorbeeld een afneembare trekhaak wil monteren, is het natuurlijk niet prettig dat elke keer de achterklep open of dicht gaat. Of als je bijvoorbeeld een aanhanger erachter hebt. Noem het maar op. Allemaal functies wanneer ik ook de elektronische achterklep kan uitschakelen. Nou, en als je die laatste functie hebt uitgeschakeld die ik liet zien, he, dus over de voetsensor, dan zie je op dit zwarte knopje dat hij eigenlijk niks doet als je hierop drukt. He, dus er verschijnt geen groen lampje meer in beeld. Nou, je ziet dus een super handige functie op de Opel Grenat X. Maar dezezelfde functie is er ook op de Opel Astra. En daar hebben we al eerder een video van gemaakt. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Super handig, super makkelijk. Natuurlijk moet je voorstellen als je bijvoorbeeld met een boodschappentas of andere spullen aan komt lopen. Dat je natuurlijk heel makkelijk de achterklep op afstand al kunt openen. Of via de voetsensor de achterklep kunt openen. Nou, ik hoop hiermee een duidelijke en heldere uitleg te hebben gegeven over de elektrische achterklep van de Opel Grenat X. Mijn naam is Hendrik Liewens. Ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week is er weer een nieuwe video, maar vergeet niet om abonnee te worden. Dat kan heel makkelijk via de knop die nu in het beeldscherm komt. En zo blijf je elke week op de hoogte als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, voor de rest wens ik nog een hele fijne dag toe. Volgende week is er weer een nieuwe video en dan zien we elkaar weer. Tot dan!